In de Rotterdamse derby sta je 5 minuten voor tijd 3-1 achter. Dan klok je je terug tot 3-3. Welk gevoel overheerst er dan? Ja, we zijn wel echt heel blij, want we hebben echt karakter getoond, denk ik. Maar uiteindelijk, zeg maar, we hebben volgende week nog een pot en uiteindelijk hebben we helemaal niks. Maar het is wel een opsteker dat je, als je 3-1-8 staat dat je, en we wisselen de keeper, dat je 2 goals maakt. Dat was gewoon heel gaaf. Hele leuke derby, denk ik. Ik dacht 10 minuten voor tijd, jullie liggen eraf, het is over en sluit. En dan toch op een gegeven moment gebeurt iets dat je als ploeg weer opstaat. Wat gebeurt er dan in zo'n ploeg? Ja, ik denk dat dat moeilijk is om te verklaren wat er gebeurt. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment voel je ook, zeg maar, aan je tegenstander dat ze achteruit gaan, dat ze achteruit stappen. En je voelt gewoon dat er nog wat te halen is. En op het moment dat wij de keeper wisselen, zie je ook dat zij toch een beetje, ja, toch een beetje angstig worden. En wij krijgen een soort van toch weer geloof. En ja, dan vliegt hij 2 keer in. En dat is heerlijk. Dat is echt heerlijk. Ja. Ja, wat voel je dan? Dat de ploeg verder naar achter gaat lopen of voel je iets anders? Nou, ik denk meer dat zij gewoon angstig werden. Dat zij op een gegeven moment zoiets hadden van dat wij heel erg gingen drukken. En dat zij op een gegeven moment geen antwoord meer op hadden. En dan komt er ook een soort van geloof. Ja. En dan als je erin gelooft, vertrouwen, ja, speel je toch nog gelijk. Voor ons wel opsteker. Voor de aanvang van deze wedstrijd stonden jullie op de 5e plek. Een plek die genoeg is voor de promotieklasse. Jullie hebben jezelf vandaag wel of geen goede dienst bewezen? Wat ik net al zei, het staat zo dicht op elkaar dat we sowieso wisten dat volgende week wordt beslissend. Dus ook al hadden we nu gewonnen of verloren, dan had alles is eigenlijk volgende week. Dus in principe hebben we ons goede dienst bewezen, omdat toch een puntje voor ons eventueel belangrijk kan zijn volgende week. Maar uiteindelijk draait het om volgende week, want dan weet je pas waar je staat en of je het gehaald hebt. Dus. Je ziet tot hockeyclub Rotterdam, hè? Die hadden zich kunnen plaatsen voor die play-offs tegen Pinoquet. Die kunnen dus eventueel promoveren naar de hoofdklasse. Heeft die ploeg daar wat te zoeken? Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat niemand in onze pool iets te zoeken heeft in de hoofdklasse. Denk ik, als ik heel eerlijk ben. Want dat is wel, als ik naar vorig jaar kijk, Nijmegen was bij ons verreweg de beste. En wij hebben in de pool niet één ploeg, ik ben toch al nat. We hebben niet één ploeg die er bovenuit stijgt, dus ik denk niet dat zij wat zoeken hebben in de hoofdklasse. Nee.